Ik ben Hidde Stokvis, ik ben co-founder en CTO bij Trunkers en ik ben verantwoordelijk voor IT, data en voor het Zero Emissions team. Trunkers is een pakketdienst die gebruik maakt van assets die in de markt beschikbaar zijn. Dus we hebben geen eigen voertuigen en we hebben geen eigen depots, maar we maken gebruik van wat er al bestaat in de markt. We hebben gekozen voor Apple en AMAC omdat wij heel snel devices willen uitrollen over ons groeiend bedrijf zonder daar een ICT-afdeling voor op te zetten. Wij maken gebruik van Jamf Pro en van Jamf Protect om snel devices uit te kunnen rollen vanuit de cloud en om al onze beveiligingsbehoeftes in één keer daar ook op in te kunnen stellen. De oplossingen van Jamf zijn voor ons belangrijk omdat wij allemaal remote werken, dus wij zijn niet op kantoor, we kunnen niet fysiek op de devices iets instellen, dus we moeten dat kunnen uitrollen via de cloud. En tegelijkertijd verandert onze omgeving heel snel, dus we moeten daar ook snel op kunnen aanpassen en die snel die aanpassingen kunnen uitrollen. De grote winst zit hem erin dat wij heel snel groeien, dus we hebben vrij snel nieuwe devices nodig en we voorheen gewoon heel veel tijd kwijt waren met het instellen van devices en het maken van aanpassingen. En dat zijn we nu eigenlijk allemaal in één keer kwijt en we hoeven ook niet meer na te denken waar we onze devices kopen, want die kopen we in één keer bij AMAC. Voor het personeel was het best wel van tevoren een beetje spannend om de stap te maken van Windows naar Apple toe, maar het werkt eigenlijk zo intuïtief dat we veel minder vragen over Apple hebben dan dat we voorheen over Windows hadden.